Beste Diegelke. Ja? Wat zou je ervan denken als wij eens iemand zouden opbellen? Doen. Oké, wacht. Hier gaan we. We gaan eens proberen of het lukt. Eens kijken of wij iemand aan de lijn krijgen dadelijk. Tekstradio, goedenavond. Ja, met Tekstradio Studio 2. Hé? Nee, maar waarom nog een keer? En CDW, hoe is daar in Studio 1? Zijn we live op de radio? Ja, we zijn direct live. Wat dacht je? Oh, als een dikke die belt, zullen wij een keer op een dikke bellen. Voilà. Ik denk bij mijn eigen, ja, oké. We kunnen niet anders als CDW bellen. Want zoals je weet, CDW, Studio 2 heeft een nieuw nummer. En ik laat jou de eer om het nummer algemeen bekend te maken. Ah wel, het nummer is 012-23-00-26. Voilà, CDW. Proficiat. Goed onthouden. Als directeur van de zaak hier, kon ik niet beter als de eer aan jou laten om het nieuwe nummer bekend te maken. Nog een geluk dat je dat nummer mij privé hebt gezegd, zeg, want anders wist het niet, hè. Scorpio kieken. En CDW, hoe is het daar bij u geweest vandaag? Goed, hè. Gemaksken, hè. Genieten van mijn vrije dag. En wel, dan dacht ik, ik ga s'avonds een keer even relaxen naar, naar de poes luisteren. Nee, maar in ieder geval, CDW, ik was vandaag in de buurt van Tine en ik wou stoppen, maar ik wist niet of dat er iemand was in Studio 1, dus ik ben maar gewoon doorgereden. Goed. En je dacht bij jezelf, we zullen hem vanavond wel bellen of zo. Voilà. Goed, CDW. Wil jij nog groeten doen of zo? Ja, aan die hardcore versie van K3. Daar wil ik de groeten aan doen. Aan die hardcore versie of aan K3? Allebei. Dat dacht ik, ja. Goed, CDW. Ik zou zeggen, nog een prettige avond verder maken. Fijne avond voor jullie ook. Tadaa. Joes, tadaa. Tadaa.